Welkom in Sochi. De komende weken doet nu.nl verslag van de Olympische Spelen. Dit doen we uiteraard door artikelen op de site, maar ook via video's houden we jullie op de hoogte. Eerst vertellen we meer over deze badplaats. De Spelen worden gehouden in Adler en Krasnaya Poljana, deelgemeente van Sochi. Geografisch ligt het op dezelfde hoogte als Marseille. Mede daarom wordt Sochi ook wel de Russische Riviera genoemd. Per jaar zijn er gemiddeld 200 zonnige dagen. In de zomer is het gemiddeld 24 en in de winter 5 graden boven nul. Er wonen meer dan 400.000 mensen in Sochi. Nog nooit waren de Spelen zo compact. Aan zee is het Coastal Center gebouwd. Dat bestaat uit 6 stadions. Daar wordt onder meer geschaatst en geshorttrekt. Op ongeveer een uur reizen liggen de bergen. Daar wordt uiteraard geskiet, maar ook gesnowboard en gebobsleed. Naar schatting hebben al deze faciliteiten en bijvoorbeeld de hotels en de wegen 40 miljard euro gekost. Dat is meer dan alle vorige winterspelen bij elkaar. Er zullen rond de 6.000 atleten uit ongeveer 85 landen meedoen aan de Olympische Spelen in Sochi. Gestreden wordt er om de 98 sets medailles, verdeeld over 7 Olympische disciplines. Hier achter mij is het Holland Heinekenhuis, de thuisbasis voor de Nederlandse enclave tijdens de Spelen. Daar worden ook alle medaillewinnaars gehuldigd. Houd nu.nl in de gaten voor al het nieuws over de Olympische Spelen.